Hoi, van harte welkom bij deze video van mij, Helene van Herleva. Deze video gaat over het oude loslaten, want ik ben hier namelijk in mijn oude huis. Zoals je ziet, het klinkt ook een beetje hol, hoor je. En het is helemaal leeg. En ik heb nog wel wat te gaan hier. Kijken of je dat kan zien. Nou ja, je ziet de troepjes en de dingen. En de stofzuiger en noem maar op. Dus ik ben hier heerlijk aan de slag en... Het wordt overmorgen opgeleverd en ik moet dit huis laten gaan. Na 20 jaar dat ik hier gewoond heb, ga ik hier weg. Ik ben ook al een paar maanden in een ander huis, want dat had ik al gekocht. Maar nu is het echt de oplevering en nu is het daadwerkelijk al loslaten. En ik dacht, ik neem even deze video op, want dat loslaten van iets, dat overkomt iedereen in zijn leven. En het kan zijn dat je een huis moet loslaten of mensen... werk, wat het ook is, gezondheid, wat het ook is. Je hebt altijd wel te maken met iets wat je los moet laten in je leven. En vaak willen we dat niet, we willen zo vasthouden. En ik heb het ook als ik hier zo loop en doe, denk ik, oh, het huis waar zo, ja, mijn kinderen zijn opgegroeid en ik zoveel heb meegemaakt en gedeeld. En toch is het helemaal oké. Ik ben nu aan het poetsen met mijn jongste dochter van 14 en ik zei tegen haar, weet je, ik ben ook super gelukkig. Want het nieuwe, waar ik al ook met één en bijna twee benen in zat, daar ben ik ook. En daar word ik ook heel erg blij van. En dus het andere been komt er overmorgen, is die er helemaal bij. En wat ik doe als ik iets los moet laten, wat ik doe, ik voel... En ik adem, ik maak ruimte. En dat is gewoon altijd mijn truc eigenlijk. Dat als ik voel dat ik meer vast ga zitten van... Ik adem weer in en ik laat gaan. En adem is altijd bij ons. Oh my gosh, dat is gewoon fantastisch. Het brengt me in het hier en nu. En uiteindelijk is dat er alleen maar hier en nu. En hier en nu laat ik het oude los en geniet ik er ook van dat ik gewoon lekker het hele huis door ben. De bovenste twee verdiepingen, het is een heel groot huis. Het zijn al helemaal schoon en bij alles, elk richeltje wat ik afnam, dacht ik, ja, ik vond het fijn om het te verwerken, zo lekker door mijn handen te laten gaan. En nu het laatste stukje en dan met twee benen in het nieuwe huis en dit laten gaan. En ik word er ook heel blij van. Dus het oude laten gaan maakt ook altijd dat je beter in het nieuwe helemaal aanwezig bent. En dat zit ik te doen, dus dat wou ik even met je delen. Ik wens je een hele fijne dag. En als je hem leuk vindt, klik op like of word abonnee. Dat vind ik ook hartstikke leuk, want ik wil graag mijn YouTube-kanaal laten groeien. En ja, heel veel meer delen over hoe je een leuker, lichter, liefdevoller leven kan krijgen. Doeg, fijne dag!